Jan Bruin, zaterdagavond tegen PEC Zwolle. Wat verwacht je van die wedstrijd? Ja, ik verwacht een hele mooie wedstrijd. Ik bedoel, wij hebben weer de vorm te pakken en we willen goed afsluiten. Ik denk dat zij dat ook willen. Ze staan derde. En ja, een goede ploeg waar we tegen spelen. Dus ik denk een mooie wedstrijd al met al. Ja, leuk duel lijkt mij, omdat PEC Zwolle ook een voetballende ploeg is. En ja, dat zijn wij ook. Dus ja, ik denk dat het een mooie pot wordt. Ja, PEC Zwolle die heeft zich echt gevestigd in de top van het klassement. Wat is hun kracht? Hun kracht? Dat ze goede voetballers hebben, altijd alles voetballend willen oplossen. En ja, een goede mix van mensen goed aan de bal, ze hebben diepgang. Dus het staat allemaal wel goed. PEC Zwolle doet inderdaad heel goed, al jaren in de Eredivisie. En ja, wij komen nu in principe net kijken. En dit gaat met ons ook steeds beter en we maken een heel goed jaar door. Zij staan derde. Zij zijn voetballende ploeg, wij zijn ook voetballende ploeg. We willen graag verzorgd voetbal spelen. Ja, er zijn een aantal dingetjes waar we wel pijn kunnen doen. Dus dat kan een mooie avond worden. En je zei het net al, je bent zelf een tijdje geblesseerd geweest. Ben je nu weer helemaal fit? Ik kan morgen spelen. Ik ben nog niet helemaal fit, maar dus ja, het is de laatste wedstrijd en dan heb ik 2 weken rust. Dus het kan gewoon. En hoe zit het met de blessures? Hoe is het met Nienhuis bijvoorbeeld? Ja, Nienhuis is weer fit. Dus die kan gewoon weer spelen. En we zijn wel redelijk op volle oorlogsterkte. Dus we zijn er wel klaar voor. Je hebt zelf ook bij PEC Zwolle gespeeld. Is die wedstrijd dan nog speciaal voor jou? Ik ben gewoon weer blij dat ik er weer bij zit. En het is toevallig tegen Zwolle, dus dat is leuk. Maar speciaal, dat niet zozeer. Maar ik heb wel zin in de wedstrijd van morgen. Ja. Zwolle, hoe Zwolle kunnen lastig maken? Ja, dat zijn een aantal dingetjes die waar zij wel kwetsbaar zijn. Met name achterin ook bij hun. En wij hebben natuurlijk heel veel snelheid voorop. Als we ze ver van de goal afhouden, dan beletten ze het voetballen. En dat kunnen we op verschillende manieren doen. Dan denk ik dat we een goede kans maken. En Oebele Schokker, die zit ook bij de selectie, had ik gehoord. Krijgt hij nog speelminuten? Dat zou wel mooi zijn. Het zou een heel goed teken zijn dat hij speelminuten krijgt. Want dat zou betekenen dat we misschien het kunnen veroorloven om iedereen in te laten vallen, ongeacht de persoon. En het zou toch fantastisch zijn dat Oebele, de Maradona van de Woorden, bij onze laatste wedstrijd gewoon natuurlijk erop kan komen. Dus dat zou alleen maar positief zijn voor alles en iedereen.